We staan hier bij de WOE, de werkgroep Hulptransporten Oost-Europa. Vandaag is de 200ste vrachtwagen uh, vertrokken. Ben, ben je trots? Ja, trots en toch ook wel weer een beetje triest, zeg maar. Want uh, 200 transporten richting een gebied waar mensen het absoluut niet goed hebben en het alleen maar slechter wordt door die oorlog in Oekraïne. Is het natuurlijk wel een mijlpaal, maar wel een triest mijlpaal, zeg maar. Uh, hoe is die idee ontstaan van het transport richting Oost-Europa? Oh, dat is al in 1993 geweest. Een heel klein groepje van vijf, uh, zes mensen. die uh, uh, spullen hadden ingezameld en naar Polen gingen. om dat daarheen te brengen. Uh, en uh, dat is uitgegroeid tot een hele grote organisatie. met 75 vrijwilligers en uh, nu de 200ste vrachtwagen. Zijn de laatste jaren meer vrachtwagens die kan uitgegaan. of is dat ieder jaar over hetzelfde? Nee, dat is elk jaar weer anders. Het heeft natuurlijk ook al met de financiën te maken, hoeveel geld is er. En uh, in 2022, dus uh, zeg maar twee jaar geleden, het jaar dat de oorlog begon in Oekraïne, hebben we dus twintig vrachtwagens die kant op gedaan. Gelukkig hebben we toen ook heel veel geld gekregen, maar ook verschrikkelijk veel goederen. Want was hier buiten was het een gigantische hoeveelheid spullen die gebracht werden. En dat hebben we dus het hele jaar door hebben, zijn we bezig geweest om twintig vrachtwagens die kant op te doen. Uh, ook in samenwerking met de ambassade, ambassade van Oekraïne in Nederland. Die heeft ook een heleboel van die wagens gesponsord zeg maar. Maar die zei ook van ja, wij willen sponsoren, maar we willen ook bepalen waar het naartoe gaat. Dus ze hebben ook gezorgd dat het dan op de plek kwam waar dat nodig was. En nu uh, momenteel, deze twee honds, die gaat naar uh, Ternopil, dat is een plaats in West-Oekraïne, maar die heeft ook heel veel vluchtelingen gekregen uit Oost-Oekraïne, uit het oorlogsgebied. Dus uh, die vroegen vooral om uh, tafel en stoeltjes voor de kinderen, want die kinderen die krijgen Les onder de grond. Want vanwege al die dreigingen en al die luchtalarmen en al die, die drones die komen en raketten, krijgen de kinderen nu les onder de grond. En daar hadden ze ook tafels en stoeltjes voor nodig. Dus we hebben hele vrachtwagen met tafels en stoeltjes gestuurd. Hoe komen jullie aan die spullen? Ja, er wordt zo enorm veel weggegooid. Dat is abnormaal. We zijn echt een land. We hebben ontzettend veel. We krijgen bijvoorbeeld uit Apeldoorn wel bijna vijf, zes vrachtwagens met, uh, met schoolspullen. Kijk, die scholen, die, die lagere scholen en het voortgezet onderwijs, die krijgen een budget. En dan moeten ze één keer in zoveel tijd moeten ze daar nieuw meubilair voor kopen. En uh, dan, dan weten ze ons te vinden voor het oude meubilair. En meestal is dat vlak voor een vakantie. Nu hoorde ik ook weer dat er uh, vlak voor de herfstvakantie is er ook een hele school. Nou, dan praat je over 400, 500 schools die opgehaald moeten worden. Dus is een vrachtwagen vol. Dus dan gaan we gelijk met de vrachtwagen naartoe, laden we die gelijk in. De kinderen helpen mee, die brengen het allemaal buiten en die zetten het dan buiten bij de vrachtwagen neer. En wij zetten het erin en we stapelen het op, vullen het aan met dozen kleding en met speelgoed en knuffels en, en huisraad. En dan is die weer helemaal vol en dan kan die weer weg. Jullie zijn begonnen, hoor ik, net in Polen. Dat land had toen de tijd hulp nodig. Gaan jullie daar nog steeds naartoe? Nee, Polen, daar komen we niet meer. Polen is nu een EU-land, dus die heeft het redelijk goed allemaal. En uh, we hebben Hongarije gedaan, daar gaan we ook niet meer heen. Uh, Roemenië, daar gaan we nog wel naartoe. En ook de grens Roemenië-Moldavië gaan we regelmatig naartoe, want dan wordt dat daar overgezet met kleine autootjes. Want de grenscontrole is daar heel erg moeilijk. Maar de meeste vrachtwagens in de afgelopen jaren gaan naar de Oekraïne. Hoeveel vrijwilligers doen er bij jullie mee om dit allemaal rond te maken? We hebben ongeveer 75 vrijwilligers. En die doen niet alleen maar de vrachtwagens laden, maar er is ook door de week zijn ze aan het spullen halen, uh, sorteren, uh, weggooien wat niet meer goed is, wat we toch gekregen hebben, wat weg kan. Uh, dus, dus ja, er is voor iedereen wel wat. Um, de vrijwilligers die nu onderweg zijn naar de Oekraïne, hoeveel mensen zijn dat? En wat voor mensen zijn dat? Nee, momenteel gaat niemand van ons naar de Oekraïne toe. Dat is veel te link vanwege de oorlog. De vrachtwagen gaat uit zichzelf. En uh, die is net geladen. Die wordt nu eventjes uh, neergezet bij Beekman op het uh, terrein. Want uh, die moet eventjes achter slot en grendel. En dan uh, gaat hij van de week gaat die, uh, richting Oekraïne. Wanneer is de verwachting? Ja, ik denk woensdag zo'n beetje. Ja. En op het moment dat hij richting de Oekraïne gaat, uh, hoe lang rijdt hij daarover om daar te komen op die plek? Nou, als het bij de grens allemaal goed gaat en ze hebben geen problemen en uh, ze hebben niet iets nieuws bedacht dat de papieren weer niet kloppen, want ze bedenken elke keer wat anders, dan kan hij er in uh, twee, tweeënhalve dag kan zijn. En het gaat nu dus naar Ternopil, dat zei ik al, en daar hebben we een regionaal Rode Kruis. En die heeft je kleinere Rode kruis plaatsen waar uh, mensen werken van het Rode Kruis en die, die verdelen het. Dus zij weten alle zorgcentra, bejaardentehuizen, kinderentehuizen, scholen, maar ook mensen die thuis behoefte hebben aan iets. Kijk, je hebt natuurlijk mensen die bedledig zijn en die liggen in een bed met een spiraal die zo hangt. Nou, die vragen wel eens om een fatsoenlijk bed. Nou, dat sturen wij gewoon bedden en dan zorgen zij ervoor dat dat bed er komt. Wanneer uh, gaat de volgende vrachtwagen? Ben je er al mee bezig, Ben? Nee, nee, ik ben er nog niet mee bezig, maar ik denk dat het eind september, begin oktober wordt. Want er staat hier alweer aardig wat, dus er kan wel weer een vrachtwagen geladen worden. Nummer 201. 201, ja, precies. Ja. Goede inzet. Bedankt ervoor, Ben, en uh, laten we hopen dat het allemaal goed verloopt. Dat ze op tijd daaraan komen, ook veilig ook. Zeker, dankjewel.